In de succesvolle televisiemachine van De Wereld Draai Door werd menig medewerker vermalen. Er heerste een angstcultuur als gevolg van het gedrag van presentator Matthijs van Nieuwkerk. En er was sprake van structureel grensoverschrijdend gedrag. De Volkskrant publiceerde dit verhaal afgelopen weekend. En de vraag is: hoe heeft dit zo lang kunnen doorgaan? Wie is er verantwoordelijk? Daarover spreek ik met de regeringscommissaris hier bij mijn grensoverschrijdend gedrag, Mariette Hamer. Welkom. Uh, dit artikel heeft heel veel stof doen opwaaien. Ja. De staatssecretaris-verantwoordelijke Uslu is ermee bezig. Ik vind dat er een onderzoek moet komen. Hoe heeft u dat stuk gelezen? Nou, laat ik eerst zeggen, mijn hoofdopdracht waar ik elke dag mee bezig ben... is uh, uh, te kijken hoe kunnen we seksueel grensoverschrijdend gedrag... Uh, en seksueel geweld terugdringen. Daar lijkt het hier niet op te gaan. Maar er zitten wel heel veel mechanismes die we ook zien... bij seksueel grensoverschrijdend gedrag... Uh, bij niet seksueel grensoverschrijdend gedrag. Welke mechanismen ziet u dan nou, die dat, parallel lopen? Nou, dat zijn zeg maar, mechanismen die te maken hebben met macht, uh, met uh, uh, werksituaties. En dat gebeurt mm. overal, maar ook veel in werksituaties. Waarin aan de ene kant mensen staan met veel macht, met vaak ook veel geld, met competitie, met stress. Met moeten presteren en aan de andere kant mensen die het werk moeten uitvoeren, die die macht niet hebben, die minder inspraak hebben, die minder die vaak tijdelijke contracten hebben. Dus als we dat geheel bekijken, dan als, je, als je mij dan vraagt uh, van hoe keek je daarna, ja, dan, dan kon je het verwachten. En toch was ik wel geschrokken, uh, omdat het zo lang heeft geduurd, eigenlijk zo structureel was. Uh, en er. Zoveel mensen van wisten en er niet is ingegrepen. Laten we het over dat laatste hebben. Zoveel mensen van wisten. Want uit het artikel blijkt ook dat de verantwoordelijken binnen toen nog de Vara, eh, later BNN-Vara, eh, ook directeur Frans Klein, op de hoogte waren van het feit wat daar gebeurde. Ja. En zoals u zegt, er werd niet ingegrepen. Nou, sterker nog, wat ik uit de verhalen lees, is dat men in periodes ook eigenlijk een beetje trots is geweest over de cultuur die er hing. Commando-cultuur wordt het genoemd. Uh, die natuurlijk ook een, ja, zeg maar een zekere mate verdedigt dat je je zo kunt gedragen. En ik denk dat we inmiddels in een geëmancipeerde samenleving... dat gedrag ook niet meer normaal vinden. Is het iets van de laatste jaren, want dat wordt ook wel gezegd door verantwoordelijken... Ja, dat was toen een beetje zo. Niemand had dat hier eigenlijk over. Het was ook een teken van de tijd dat je zo met elkaar kon omgaan. Ja, ik denk eerlijk gezegd, uh, hè, dat is ook mijn opdracht om een cultuurverandering te bewerkstelligen. Uh, maar dat, die opdracht had ik niet gekregen als men ook niet vindt dat die cultuur verandert. Uh, moet worden. Dus ik denk wel dat we er nu anders naar kijken dan vroeger. Dat neemt niet weg dat het natuurlijk vroeger ook niet goed was. Dat hè, als je zeg maar, met respect met elkaar wil omgaan, uh, ja, dat dit niet zo lang kan, uh, kan duren. Ja. Ook niet zeg maar tien jaar geleden. U zegt, ik ben niet verbaasd over dat het gebeurd is, maar wel geschokt door de voorbeelden die ik heb gelezen. wat er ja. gebeurde achter de schermen en bij het... de Wereld Draait Door en hoe de presentator Matthijs van Nieuwkerk tegen zijn personeel tekeer ging. Ja, en het zo lang, op één plek, zo structureel. Dat verbaast u? Ja. Heeft u dat eerder gezien tijdens de periode dat u nu regeringscommissaris bent? Overigens bent u uw functies in het leven geroepen door de hele affaire ja. bij Talpa ja. en The Voice, ja. waar het wel ging over seksueel overschrijdend gedrag. Ja, bedrag. precies. Maar bent u, ja, de vraag is, bent u daar dan toch nog verbaasd over? Ja, je bent eigenlijk elke keer verbaasd natuurlijk, omdat je verbaasd bent dat mensen zo met elkaar uh, omgaan. Um, uh, dus. Ja nou, ja, nou verbaasd is misschien niet het goede uh, woord. Maar ik ben wel echt verontrust. Uh, dat het in een omgeving waarvan je eigenlijk. Hè, het was ook een beetje de boodschap van het programma. Hè, dat je toch goed met elkaar moet omgaan. Dat het zo lang. Uh, kan gebeuren. Dat zien we overigens ook wel op andere plekken. De Voice bleek ook al veel langer uh, te spelen. Nou, we hebben het, het advies van de Raad voor Cultuur gehad hierover. Uh, heel veel voorbeelden die lang teruggaan. In de sport speelt het. Hè? Dus we zien wel langdurigere kwesties. Uh, en het blijkt dus heel moeilijk, en dat is ook een van de dingen die ik graag wil bewerkstelligen. Dat zeg maar, als je. Even kijken naar de cijfers van seksueel grensoverschrijdend gedrag. Dan hebben we het op één op de twee vrouwen, zegt dat ze daar in hun leven mee te maken krijgen. Nou, trek dat maar even door naar nou, niet seksueel en niet fysiek. Dan hebben we er dus allemaal eigenlijk te mee te maken. Ja. En zijn we dus ook allemaal op een moment omstander. Daar wil ik je iets over vragen. De Raad voor Cultuur heeft een rapport geschreven, dat kwam in juni uit, en dat was getiteld Over de grens. Wat schrijven die nu over het fenomeen wat u net beschrijft eigenlijk? In een groepsproces kan meespelen dat meerdere mensen getuigen waren... van het grensoverschrijdend gedrag en niemand heeft ingegrepen. Dit noemen zij het zogenoemde bystander effect. De impliciete boodschap die hiervan uitgaat is dat het kennelijk niet zo erg was. Anders had er iemand wel ingegrepen. Ja, ja dat is wat heel vaak gebeurt. En daarom is het ook zo ongelooflijk belangrijk dat de leiding... Uh, dat die wel ingrijpt. En dat is natuurlijk wat hier verbaast. Uh, dat uh, is he, dat BNM -Vara, terwijl ze het wisten, uh, niet heeft uh, ingegrepen. En dat we eigenlijk he, uh, de, uh, allemaal al een poos hoorden wat er gaande was. Ja. En dat toch niemand echt heeft durven ingrijpen. Ook interessant dat u dat zegt, omdat we hoorden natuurlijk gisteren het verhaal dat Matthijs Nieuwkerk was bezig met de opnames van de popquiz 2000. Die vonden vrijdag plaats en die zijn gisteren stilgelegd. als gevolg van dit Volkskrant-artikel. Ja. Gezien uw opmerking net, vindt u dat leidinggevenden die wisten dat dit artikel eraan kwam. en die hadden het ook al gelezen. Dan hadden moeten ingrijpen om dat werk stil te leggen eerder? Nou, je moet natuurlijk kijken naar die situatie. Als het in die situatie niet voorkomt, is dat natuurlijk ingewikkelder. Maar bij de wereld draait door... had sowieso al veel eerder ingegrepen moeten worden. En al helemaal niet verdedigd moeten worden met hier doen we dat zo en je moet er maar tegen kunnen. Hm. He, dat horen we natuurlijk ook heel veel. En, en wat we dus zien is, uh, nogmaals, he, dat, dat als je komt in een cultuur. Uh, waarin er weinig tegenspraak is, uh, dat het veel vaker voortkomt. En daarom willen we ook eigenlijk toe naar een open cultuur, waarin die tegenspraak wel mogelijk is. Maar dan moet je natuurlijk ook in de positie zijn om dat te kunnen doen. Om dat, dat te kunnen gaat doen? Niet als je een freelance contract Precies. hebt, dat hoor je altijd van mensen met freelance contracten. Ja. Als ik mijn kop uitsteek nu boven het mijveld, ja. dan ga ik eraan. Ja. En degene die het veroorzaken blijft zitten. Ja, en dat vind ik eerlijk gezegd ook zo kwalijk aan de uitspraken die af en toe gedaan worden. Die zeggen, nou, je moet er maar tegen kunnen. Ja, anders ben je niet geschikt voor dit vak. Maar ten eerste houden mensen heel vaak van hun vak. Dat zien we juist ook in de cultuur- en mediasector. Mm -hmm. uh, en hebben toch die tijdelijke contracten. Ze willen hun vak graag blijven doen ja. en ze hebben ook nog een boterham te verdienen. We moeten het even hebben over wat er nu moet gaan gebeuren. Uh, er is uh, al wat over gezegd. De staatssecretaris Uslu heeft gezegd dat die gaat over de media. Er moet een onderzoek komen. Gisteravond bij Nieuwsuur sprak de voorzitter van de NPO, Frederike Leeflang, die zei dat ook: Er moet een onderzoek komen. De vraag is even: wie moet dat doen? Kan, laten we het even aflopen. BNM Vara, kunnen die dat onderzoek doen? Ja, nog, nog één ding daarvoor. Ja. Een onderzoek is belangrijk. Uh, maar we zien ook de laatste tijd dat er heel snel gegrepen wordt naar het onderzoek. En dat dat heel vaak fout gaat. Wat gaat met er fout? allerlei voorbeelden. We hebben bij D66 gezien, bij de Partij van de Arbeid, noem maar op. Hè. Uiteindelijk is iedereen uh, de dupe en de melder zeker. Het gaat natuurlijk toch uiteindelijk over om degene die het is overkomen. Dus dat onderzoek. Het moet gebeuren, maar het moet wel heel erg zorgvuldig gebeuren. Daarnaast moeten er, kunnen we het misschien zo nog heel even over hebben, ook andere dingen gebeuren. Dus laten we ons niet alleen op het focussen op het onderzoek. Het maar onderzoek. Al, als we ja. toch kijken ja. naar dat onderzoek, eh, dan denk ik dat het heel belangrijk is dat het onafhankelijk plaatsvindt. En omdat we hier zien dat de BNN-vara als werkgever eh, eigenlijk al die tijd het al wist, al wist en weg heeft gekeken. Zou ik zeggen, je moet het buiten de deur plaatsen. Ik zou het liefst dan het bij onafhankelijke mensen doen uh, die uh, zeg maar dat opdracht geven en dat onderzoek ja. begeleiden. De NPO. Kunnen die verantwoordelijk zijn voor zo'n onderzoek? Nou, ik zou denken knip het in tweeën. Je hebt een deel van het onderzoek, wat gaat over wat is er nou gebeurd en hoe kon het zo gebeuren, en je hebt een deel wat zich richt op de toekomst. Ik zou me heel goed kunnen voorstellen dat dat deel op de toekomst, dat de NPO daar verantwoordelijk voor is, of mede verantwoordelijk, omdat zij ook moeten zorgen dat dat breed uit, uitgevoerd gaat worden. Dat deel van dat terugkijken, dat zou ik eigenlijk nog liever, nog verder. Uh, bij de omroepwereld weg willen leggen. Waarom? Nou, omdat het zo onafhankelijk mogelijk moet. Omdat niemand een betrokkenheid moet kunnen hebben gehad. Oh. Maar gaat het dan over omdat uh, de directeur toen van BNNVARA... nu ook weer uh, videodirecteur is bij de NPO? Nou, en ook omdat het in het systeem zit. En je wil eigenlijk mensen er laten kijken die met een objectieve blik naar dat okay. systeem kan kijken. En wie denkt u? Wie zou nou, dat je kunnen zou dat, hè, je zou kunnen denken aan uh, ik noem nou maar wat, hè, we hebben ministers van staat. Met hele onafhankelijke mensen. Je zou ook kunnen denken aan een minister-zorgdrager is bijvoorbeeld minister van Staat, oud minister-zorgdrager. Heeft dat rapport van de, cultuur, de, van de Raad voor Cultuur ook meegedaan? Zou u haar een geëigende onafhankelijke onderzoeker vinden, omdat zij inderdaad dat rapport over de grens heeft geschreven, Raad van Cultuur? Ja, zij zou dat kunnen doen. Overigens zou je ook nog aan iets anders kunnen denken. De Raad voor Veiligheid en Onderzoek. Zo'n instantie kan je ook nog aan denken, maar in ieder geval ver weg geplaatst. Uh, bij uh, de omroepwereld. Ja. Misschien dat mensen zich thuis wel afvragen... waarom moet dit nog onderzocht worden? Want alle feiten liggen nu op tafel. En niemand ontkent die feiten. Iedereen zegt van ja, dat, dat is toen gebeurd... en dat had niet moeten gebeuren. Wat wil je dan nog onderzoeken wat nog nieuw is? Nou, je wil onderzoeken waarom het... wat de mechanismes zijn geweest. Maar die heeft u net ook heel mooi geschetst. Ja, maar die wil je natuurlijk specifieker kijken. Daarbij vind ik, je moet ook... zeg maar de... de, de, de je, je beschuldigt ook iemand, dus je moet altijd ook hoor en wederhoor uh, kunnen doen. Dus je moet er uh, vooral ook van kunnen leren. Ja. Overigens, en dat wil ik ook zeggen over die oplossingen. Er uh, dus kunnen ook andere dingen daarnaast daarbij gebeuren. Ik hoorde gisteren de visagiste zeggen... ik zou zo ongelooflijk graag in gesprek willen uh, met Matthijs van Nieuwkerk... om hem uit te leggen wat hij... Voor mij, hè, wat het voor impact op mij heeft gehad. Zij is op staande voet ontslagen ja, op de redactievloer ja. in aanwezigheid ja. van anderen. En, en het heeft het dat lang met zich meegedragen. Ja. En dat zien we ook bij slachtoffers van seksueel geweld. Die voelen zich heel lang zelf nog schuldig over wat er gebeurd is. En die zeggen ook vaak de erkenning van de werkgever of van degene die wordt beschuldigd, die is eigenlijk nog belangrijker dan al het andere eromheen. Ja. Dus ik denk daarom, we moeten niet op één ding focussen, maar verschillende dingen uh, doen om dit uh, op te gaan lossen. Ja. Um, ander voorbeeld is natuurlijk wat de afgelopen weken in de publiciteit is geweest, de positie van oud-Kamervoorzitter Arip. Uh, tegen haar zijn anonieme beschuldigingen gedaan van ambtenaren die bij het presidium hebben gewerkt, bij de Tweede Kamer, die hebben gezegd van ja, haar gedrag was uh, dat klopte dat niet. Dat was agressief. Ik voel me heel slecht behandeld. Uh, we hebben het nu over de media. De huidige Kamervoorzitter Vera Bergkamp, heeft gezegd van ja, er komt een onderzoek, daar is kritiek op. Maar ze zegt: ik zet het toch door. Dit moet onderzocht worden. Bent u dat met haar eens? Uh, nou, laat ik zeggen, kijk, dat het ook in de politiek voorkomt, is niet zo gek. Want een aantal elementen die spelen in de mediawereld. We hadden het net over dat competitieve, dat stressvolle, wel of niet inspraak kunnen hebben. Ik heb natuurlijk zelf lang in de politiek ja. rondgelopen, dat zie ik daar terug. Edelheid, ego en dat geldt misschien ook wel voor een Kamervoorzitter die, 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 die de Kamer onder uh, ja, controle alleen... moet houden. Zeker. En sterker nog, je moet ijdel zijn, want je moet één keer in de zoveel tijd op een lijst komen en je wordt in rang dus gezet. Er zijn mechanismen die u zegt van die, die zijn vergelijkbaar. Presenteren van de ja. wereld draai door. Ja. Een Kamervoorzitter die ja. zit daar toch, ook. Ja, en ja. toch maak ik een nuance, omdat de organisatie van de Kamer is buitengewoon complex. Mm -hmm. uh, en het lijkt hier ook te gaan op een conflict tussen de vorige Kamervoorzitter en de ambtelijke top. Dat speelt bij BM en Fara en de presentator niet. En dus er zitten ook verschillen. Uh, Matthijs van Nielkerk heeft volgens mij gezegd: ik, als ik terugkijk, zou ik dingen anders doen? Heeft Gadisha Ariep nog niet uh, gezegd. Dus dat onderzoek loopt nog helemaal. En wat ik helemaal complex vind, is dat uh, de ambtelijke top op is, uh, opgestapt is. Onder de, de huidige voorzitter. He, dus, dus het probleem daar is nog niet over. Nee, dat snap ik, maar dat kan. Dat ziet u ook in dit soort uh, in het verhaal bij BNN Varen de wereld draait door. Het kan zo zijn dat mensen zich nu gaan melden en zeggen: ja. nou, dan ga ik het ook vertellen. Ja. Verwacht u dat? Eerst even een antwoord op de vraag: vindt u het een goed idee dat Bergkamp, de huidige kamervoorzitter, dat onderzoek, onderzoek tegen haar voorganger doorzet tegen Arip? Ik vind het jammer dat het onderzoek zich uh, zeg maar zo weinig focust nog okay. op het een gehele proces waardoor dit, zou kunnen gebeuren, waardoor dit kon gebeuren. Hm. Uh, omdat ik denk, je, uiteindelijk, die schaar is weg... je wil dat dit nooit meer voorkomt. En daarom zeg ik ook bij het onderzoek naar de wereld draait door... kijk nou ook naar de mechanismes, kijk nou ook hoe je het oplost. Kijk nou ook naar de toekomst. Want ja. je wil gewoon naar die andere cultuur toe. Tot slot, mevrouw Hamer. Denkt u dat uh, deze publicatie over de wereld draait door... van Nieuwkerk, en VARA, dat die gaat leiden tot nog... Tot een, een stoel dan die nu opengezet wordt en dat veel meer mensen denken van ja, ik heb dat ook meegemaakt. Ja. Ik wil dat mijn zaak ook geadresseerd wordt, ik ga me ook melden. Ja, ik verwacht dat wel. We zien dat ook hè, als we kijken naar de cijfers bij, uh, bij bijvoorbeeld het meldpunt Morris. Hè, dat loopt ontzettend uh, op sinds de Voice, lopen sowieso meldingen. Richt zich speciaal op, op cultuur en media natuurlijk. Ja, ja maar ook veel breder. Hè. Dus, uh, dus dat zien wij ook. Dat zie ik overigens ook. Uh, bij de mensen die zich bij ons melden en zeggen. Hè, dus ik mm. ben geen meldpunt, maar ik wil wel graag de ervaringen horen. En dus dat zien we gebeuren. En eerlijk gezegd, als ik terugkom op die cijfers, dan moet het ook wel zo zijn dat het veel meer gebeurt. Maar laten we ook proberen de positieve kant te zien. Het feit dat het nu boven komt, ja. maakt ook dat we het erover kunnen hebben. Maar de Raad van uh. Cultuur schrijft in het rapport: dit is het. Topje van de ijsberg. Er is yeah. nog veel meer ellende yeah. onder het water. Yeah. Bent u het met z'n eens? Dat, ja, dat ben ik zeker. Dat, uh. En dat is eigenlijk ook het punt wat ik wilde maken. Want je kunt dat constateren, maar je wilde ook wat aan doen. Um, dus we moeten echt met elkaar, en we zijn allemaal die omstander, met elkaar dit bespreekbaar maken en met elkaar naar die andere cultuur toe. Mariette Hamers, heel bedankt voor uw komst vandaag naar Buitenhof. Dank u wel. Graag gedaan. Bedankt voor het kijken. Vond je dit een goed gesprek? Vergeet dan niet te abonneren. Een like of een reactie achterlaten kan natuurlijk ook. Of bekijk een van de andere interviews op dit kanaal.